Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bracht zojuist een bezoek aan de politie in Amsterdam. Hij fietste onder andere mee met handhaving door een park. Goedemiddag, meneer Grapperhaus. Goedemiddag. Lukt dat een beetje? Mensen ervan te weerhouden om met z'n allen het park in te gaan of een sloepje te nemen om over de gracht te varen? Nou, dat laatste valt mij op zeker. Het eerste, dat is toch voor mensen wel moeilijk. Je ziet hier in het Vondelpark waar ik nu sta toch wel behoorlijk wat mensen. Maar ik moet wel zeggen, iedereen houdt zich op een enkeling na aan de met z'n tweeën regel. En de mensen die we aanspreken, die dan toch met z'n drieën zijn, met minder dan 1,5 meter, nou, die zeggen ook onmiddellijk, oh, dat doen we verkeerd, we gaan uit elkaar. Dus dat ziet er goed uit. Ik zou alleen wel hopen dat de mensen die vandaag in het park zijn geweest, morgen thuis blijven, dan kunnen morgen eventueel anderen in. Want het moet natuurlijk wel zo zijn. Blijf thuis en haal alleen af en toe een frisse neus. En ja, je ziet hier ook mensen die hele picknicktoestanden aanleggen. En dat is eigenlijk toch, dat moeten we niet willen. We moeten gewoon even die frisse neus halen. Dus daar roep ik mensen toch echt nog toe op, hè. Ja, blijf thuis, dus haal gewoon even die frisse neus. Heel duidelijk deze boodschap. Niet met z'n allen meer picknicken buiten. Dat komt wel weer. Ik wens u heel veel sterkte of succes. Dag, meneer Grapperhaus.